De Rotterdamse gemeenteraad wil van de inspecties die het overlijden van het 8-jarige meisje Dia hebben onderzocht graag nog meer duidelijkheid over een eindrapport. Raadsleden vinden dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Dia werd vorig jaar maart door haar vader om het leven gebracht in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. De advocaat van de nabestaanden sprak vandaag de raad toe en zei dat de familie niet begrijpt waarom eerdere hulpaanvragen uit 2014 en 2015 niet door de inspectie zijn onderzocht. En de meldingen zijn helder. In 2014 worden uitdrukkelijke zorgen geuit over het gezin. In 2015 wordt gemeld dat er sprake is van huiselijk geweld, waarvan Dia getuige is. Ze overstuur blijkt bij aankomst van de politie. Er medicatie, andere middelen in de woning aanwezig zijn waar Dia bij kan. Foto's met Dia met een grote som geld in haar handen en een wietplant. Maar er volgt geen kindcheck. Althans, de conclusie luidde dat er sprake was van een matig veiligheidsrisico, dat de hulpverlening liep en dat het wijkteam het wel verder kon oppakken. De raad wilde ook weten waarom de politie pas op het laatste moment nog 3 meldingen over afspraken met vader aan de inspectie had gegeven. Eigenlijk terwijl het rapport al af was. Het blijkt nu dat er niet goed in de systemen bij politie is gekeken. Ik ben het helemaal met u eens. Dat hadden wij gelijk aan moeten leveren. Het is technisch, maar ook inhoudelijk niet mogelijk om die systemen helemaal te koppelen, omdat ze beide een andere doelbinding kennen. De een is de WPG, de AVG. Maar wij moeten gewoon, en dat hebben we inmiddels ook in onze protocollen vastgelegd, op het moment dat vragen komen, moeten wij ook dat systeem bevragen en gelijk aanleveren. We hadden 3 contactmomenten en daar was deze vraag het onderwerp van. Leefbaar Rotterdam heeft vandaag al gezegd binnenkort met een verzoek te komen voor een nieuw uitgebreider onderzoek in deze zaak.